Auto shutdown initiated. Auto shutdown canceled. Mic off, mic on.
Auto shutdown initiated. Auto shutdown cancelled. Mic off. Mic on. Mic off. Mic on. Mic off. Mic on. Charging battery. Mic off, mic on. Het is. Hallo, ja, oké. Mensen, je hebt het waarschijnlijk niet gehoord zeggen, maar. Mijn mic doet opeens raar. Mijn Elgato is opeens veranderd. En maten krijgen we hier. Dus spijt me voor geen geluid. Het is echt bagger. Echt gisteren gestreamd vandaag. Lukt wel. En opeens heeft Elgato besloten om mijn dinges niet te onthouden. Prima. Goed. Je zag dat ik al die spelers ingeleverd heb. Ja, gaan we nu naar die premium grap spelerspakket. Hier kunnen we leeftijd krijgen. Ga ik niet vooruit. Nee, hier vraag ik. Wel weer een border volgens mij, ja, zeker. Spaans. Doelman Adan. Dat is jammer, maar goed. Hoppa. Klaar. En dan een zeldzaam megapakket. Hierna nog eentje. Wel weer een border. Wel allemaal borders toen toe. Kam. Verkeer. Lekker. 85 rated. Is ideaal. We krijgen als spelers weer terug. Nog geen walkouts. Maar. En Ibra. Is hij nog zo nog. Nou, hij is niet meer zo duur als net. Hij is wel op prijscap omhoog gaan. Vanwege de tijd. Maar hij is nu 9k. Vorige week was hij fijn 10k. Hij zal duur zijn. Verkeer. Ja, 15, 16k. Dus die gaan we lekker op de translijst zetten. Voor de rest. Wat healing kaartjes en Tolisso. Dus echt 3. Dit is een goede pakket. Is hij dan wat waard? Liftpool uit. Ja, waarom niet? 250. En dan prima, dan houden we de rest. Dit kost me totaal 125k, deze SPC. Dus dat op zich is heel goedkoop. Ik heb het nu gepaard met Vultje van Dijk. Laten we hopen dat het goed gaat. In ieder geval de chemistry is beter. Dus Fellaini of centerback is goed, maar hij verliest wel chemistry, waar hij ook minder stats heeft. Een 50k, daar gaan we voor. Kijken wat we hier uit kunnen krijgen. Geen walkouts, helaas. Wel een border, allemaal borders. Kroatië, centimeters, koffersiets. Prima. Mensen. Sorry voor mijn... eerste gedeelte geen gepraat. Het slaat helemaal nergens op hoe dat is. Maar Elgato, de OBS is weer dom aan het doen. Sorry daarvoor, maar goed. Helaas. Maar ja, Joe Gomez in mijn team. Ik zal u nog een keer mijn team laten zien. Dit is nu mijn team. In plaats van, hij is veel beter natuurlijk dan Gomez. Of dan Fellaini als... Oh, Gomez is minder snel. Maar wel beter pasen. Minder dribbelen, maar wel beter verdedigen. Even sterk. Maar ja, als hij hier zet. Kijk, dit bedoel ik. Hier, hij gaat verliest. Niet heel veel. Ja, niet veel. Ik krijg plus 4 alleen maar. Maar goed, dit is mijn team op dit moment. Als je deze video leuk vindt, geef je een video duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Daar zal ik altijd blijven lachen. Ciao, ciao.